You feel it. The love. De Tudor trilogie is niet als trilogie geschreven, maar het is het verhaal van één familie. En het is eigenlijk heel erg duidelijk wat het verband is. Er is een grote rode draad die loopt door de drie stukken heen. En dat is de biografie van Elisabeth I. In het eerste stuk is ze een klein kind en moet aanzien hoe haar moeder ten onder gaat. En moet die vernedering zien, ziet dat huwelijk uit elkaar spatten. In Anna Bolena komen we terecht in dat vastgelopen huwelijk. Het slot van Anna Bolena is een absolute rollercoaster. De scena ultima begint met de grote aria, de beroemdste aria denk ik van Anna Bolena. En misschien wel van de hele trilogie, Al dolce guida mi. De herinneringsaria van Anna Bolena aan het kasteel van haar jeugd. Waarin ze zulke gelukkige tijden heeft beleefd. Heel erg ontroerende, tedere muziek. Die roept een ongelooflijke, liefdevolle herinnering op. En dan word je daar eigenlijk heel wreed uitgerukt. Dan hoor je marsmuziek. En ze realiseert zich wat ze hoort. Ze realiseert zich dat ze het huwelijk van haar man met zijn nieuwe vrouw hoort. En dan barst ze uit in een fantastisch finale nummer. Kopje en Ika, schuldig koppel. Je voelt dat feest en je ziet die vrouw die over een paar minuten er niet meer zal zijn.